Ja, als ik deze klanken hoor, Gerry, dan moet ik er meteen weer aan denken. En ik denk jij ook. Ja, heel erg. Five Star. Ja. Rain or Shine. Ja, prachtige plaat. Ja. En wat Freek zeg je dan? Ja, ja. Freek. Ja, ja, alleen maar Freek. Toen al en nu nog steeds. En dat zal altijd zo blijven, denk ik. Dat is ook altijd zo geweest inderdaad. Want dat was al bij Delta. En dat, ja, is, en dat is bij Keizerstad. Want daar kwam hij natuurlijk later terecht. Onze eigen clubpie. Ja. Daar was deze plaat natuurlijk ook. Als je Five Star draaide. Dan... Hij bracht hem wel mee, hoor. Hij bracht hem wel mee van Delta. Hij bracht hem zeker mee. En als hij hem hoorde, kwam hij zelfs zingend de trap af. het is gewoon onvoorstelbaar. Ja, Freek. Hij volgde Marcel op. Marcel Spijkerman bij, ja, bij Keizerstad. Zijn maatje voor het leven. Samen, ja, stonden ze in de wieg, volgens mij. Dat kun je wel zeggen. Ja, die stonden samen in de wieg en in de box. En die hebben echt twee handen op één buik. Ja. Want als er iets bij Roel gebeurde, dan was er iets bij Freek. En vice versa. Ja, ja, geweldig. Heel bijzonder. Oké, okay, weet je wat hij ook bijzonder vond? Ja. Dit vond hij ook bijzonder. Het kan heel gek zijn, hè? Maar als je je ogen dicht doet, hoor ik hem gewoon zingen. Ja, ja, hij zong het altijd mee ook. En keihard. Altijd. Ja, en hij kent echt elk zuchtje in een jingle, ja, elk fragmentje. Ja. Hij weet het gewoon te brengen. Ja, heel bijzonder allemaal. Dat soort hele mooie herinneringen aan onze Freek, jeetje. Ja. Ik zit te denken, wij zitten nu, zeg maar, ja, hier een beetje op tv. Ja. Daar zitten we dingen te doen. Het is maar goed dat er geen camera's waren toen. Nee, toch. Als we toen camera's in de studio hadden gehangen... Dan was die, denk ik, een landelijke bekendheid geworden. Dat denk ik haast van wel. Dan had John de Mol ongetwijfeld gebeld. Ja, dit is een ding dat zeker is. Want Freek was natuurlijk veelzijdig. Hè? Want Freek, ja, deed niet alleen radio. Freek deed niet alleen jingles maken. Freek ging ook in het vuurwerk. Ja. Ja, dat deed hij ook. Ja. En dat doen wij allemaal, ja, eigenlijk. Dat doen we allemaal. Dus... Op een of andere manier kwamen we elk jaar aan het eind kwamen we samen. Ja. En gingen we met z'n allen aan de vuurwerk verkopen. Dat waren drie geweldige dagen altijd. Freek al te veel langer. Die was met Ignas natuurlijk al de boel aan het opbouwen. En alles aan het inrichten en alles aan het doen. En Poldommer heb ik op het afgelopen jaar gemist. Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben het nog een paar keer geprobeerd. We hebben hem gebeld van, goh Freek, kom even een uurtje. Maar hij was gewoon te moe. Hij kon niet meer. Weet je wat ook Freek is? Nou... Ja, ik zal je een guilty pleasure bekennen. Al die platen van hem heb ik in een Spotify-lijstje gezet. Want, oh, want dat is gewoon, ja, dat doet mij aan Freek denken, maar ook aan Keizerstad. Daar ben ik eerlijk in. Het is niet, ja, alleen Freek. Maar dit was wel een hele echte ook, hoor. Dit. Ja, zeker. En die intro's, hè, hij maken ze ook strak vol, hè? Intro-platen. Dat deed hij, dat deed hij. Dat kon hij als geen ander. Ja, ja. Timing, dat was zijn dingetje. Ja, hij was trouwens ook, moet ik je wel even, hij was ook wel van de hele slechte muziek. Nou, hij was van de foute muziek, ja. Nou, zo mag je het ook noemen, slechte muziek. Dit bijvoorbeeld, is echt, dit kan ook, oh, even iets verder zetten. Ja. Je kunt het niet bedenken. Is dit Italo Disco? Hoe noemen, ja, we dit? Ik heb geen idee. Ja, zo'n naam kreeg het in ieder geval, maar dit is wel muziek die Freek mooi vindt. Ze gingen ook altijd met een groepje één keer per jaar of twee keer per jaar. Soms ook wel als we heel veel geld hadden. Gingen we uit eten. Ja, de Chinees. Elk Chinees restaurant kent Chinees, ons. Ja. We vroegen altijd standaard om een ronde tafel. Freek, ja, zat, nou ja, niet in het midden, maar Freek zat ook bij ons aan tafel. En een ronde tafel zit je altijd in het midden. Dat net voor de ook kent. Dat. Maar het grappige was, eerst lekker eten en dan veiligheid. Dat zei hij altijd, ja. Dat zijn die standaardwoorden. Eerst veiligheid en dan genieten. Nee, andersom. Nee, andersom. Eerst genieten en dan veiligheid. Ja, dat is Freek. Oké, ik ga hem nooit vergeten. Freek, het ga je goed. Hou maar met ons mee.